hebben vanochtend de zeeschelden gedaan. Maar daar hebben we al eens een keer een ander filmpje van gemaakt. Dus laat ik nu even niet zien. We zijn nu op het kanaal Leuven-Deilen. Onderweg naar Herend. Daar gaan we morgenochtend lossen. Dus vanavond varen we door tot een uur of 10. En dan zullen we wel bij Poort Meerbeek uitkomen. We komen nu bij de eerste sluis op het kanaal. Alle eerste sluizen zijn nog aan het sluis waar je binnenkomt. Maar het is de eerste sluis op het kanaal. En daar zit ook een brug voor, een draaibrug. En die is redelijk smal. Dit kanaal is in principe gemaakt voor campenaars. Dus 50 bij 66. Dus we hebben ruimte over. Maar deze brug is toch niet de allerbreedste. Alle bruggen en sluizen worden hier bediend via een centrale bediening. Die zit bij Kampenhout. Dus die moeten iedere keer oproepen om de bruggen open te laten doen en om de sluizen eventueel klaar te laten zetten. Hoor je mij?
Ja of nee, of het niet hoor. Ja, dat staat er straks. Ja, is goed. Daar komt ie, hè? Ja. We zijn hier vlakbij Mechelen. En er zitten hier heel veel kano's, ook nu. En je kan ze heel slecht zien. Als je heel goed kijkt, zie je stuurboord en bakboord, zie je kleine witte lichtjes. En dat zijn wat kano's, maar het zijn over het algemeen meer. Ze zijn vaak niet allemaal verlicht. Voor de opstaande brug komen nog 3 teruggepeddeld naar Mechelen.
centrale bediening, Veronica, de Hofstadebrug. Ja, we gaan de bouwen starten. Soms was het gewoon zo deze met de hand doen of zo. Ja. Zo ongelooflijk langzaam. Ja, een beetje apart dat ze al gewoon licht geven. Ja, maar het is dat nog, als je het heel goed kijkt, zal het rode lichtje ook nog even een beetje aan. Ja. Het is een verschillende felheid. Ja. Dat klopt, ik weet dat we een keer bij het Zennegat toen we in het donker uit naar buiten gingen. Dat ze inderdaad zeiden, wel, dan kunnen we een rood licht of een groen lichtje krijgen. Dus ja, die zet ik er expres niet bij, want dan verblind ik je. Ja. Waarvan akte. Ja. Die dingen hebben over het algemeen ook een nachtstand, maar die zijn ze kwijt. Ja. Dus de zekering van kapot is heel gegeven. Vorige brug, die ging eventjes bijna per ongeluk in zijn nachtstand. Ik denk, ah, hij was vergeten om aan te zetten. Maar even daarna was hij er, pam, stond hij weer aan. Dus, nou, maar het groen licht. Carlo, let hij al. Maar je ziet hij eigenlijk zijn katten nauwelijks. Ja.
sluis vinden. Zo? Lichtje hebben? Ja, waar is het? Want ik heb er toch nog een beetje bij. Ja. Ja. Ik heb hem voor daarvoor. Met zo'n lichtgevende. Ja. Dat is 5. Ach, oké.
Naar de bediening, Veronica. Ja, Veronica blijft hier boven boord Meerbeek liggen. Gaat morgen tegen 6 uur verder. Ja, begrepen. Bedankt om te melden. Goedenavond. En misschien tot morgen. Yo, bedankt. Ja, whatever. Ja. Dat die bakbord of die stuurborddeur al heel erg langzaam gaat. Dat is nog steeds niet open, maar ik had altijd wel doen uit. Yeah. Ja, dan pakken we eerst die achterste. En pak die maar op de kleine middenbolder, weet je wel? Ja. Dan kunnen we het achterste voorschip nog een beetje bijpakken. Zet ik achter nog af? Ik denk de hoofd beter. Ja, oké. Okay. Nee. Je zit er bijna tegen achter. Ja. Ik ga het vastmaken. Ja. Waar is je? Ga je nou naartoe?
ander die zijn blijven liggen. Ja, het is voor de Ja. Geen slag op de kop? Nee.